In deze video leg ik de basis uit van het tekenen in de tekenapp Procreate 5. Welkom bij Stefan Tekent. Ik ben Stefan de Groot, illustrator en animator. En ik werk al zo'n 5 jaar met Procreate. En als je Procreate hebt geïnstalleerd en je er net mee wil werken, dan is deze video handig om te bekijken. Je hebt natuurlijk eerst de app gedownload op je iPad, want Procreate kan je alleen gebruiken op een iPad. Als je de app opent, dan opent die eerst in de gallery. En in de gallery kan je al je tekeningen en schilderijen die je hebt gemaakt opslaan. Die worden automatisch opgeslagen, dus je hoeft niks te saven. En om te checken wat voor een versie je hebt, kan je het beste linksboven op Procreate tikken. En dan krijg je de versie te zien van Procreate waar je in werkt. En dit is versie 5.0.7. Het beste om te checken of er een update is voor Procreate is om naar de App Store toe te gaan. En dan rechtsboven op je icoontje te drukken. En dan zie je wat voor een apps er nog geüpdate moeten worden. En als je dan naar beneden scrolt en als je Procreate erbij ziet staan, dan kan je hem het beste updaten. En ik heb nu net een update, dus ik ga hem nu bijwerken. En soms zijn de updates dus dat er wat problemen zijn of dat er wat bugs in de app zitten. En hij is nu alweer geüpdate. Ik check hem nu weer. Het is nu 5.0.8. Als je Procreate opent, dan zie je eerst het beginscherm. En als je net begint met Procreate, dan staan er 4 standaard afbeeldingen in die je kan bekijken. Maar het handigste is dat je hier al je schilderijen en tekeningen kan opslaan. Vanuit de gallery kan je je tekeningen bijvoorbeeld selecteren, maar ik ga nu eerst even de basis uitleggen van het tekenen. Dus het eerste wat we gaan doen is een nieuw canvas aanmaken. Je kan een nieuw canvas aanmaken door op het plusteken rechtsboven te tikken. En we gaan nu gewoon even kijken. Hier kan je dan kiezen uit verschillende formaten. En bovenin staan de standaard formaten. En je kan ook zelf formaten aanmaken. Maar voor dit voorbeeld kies ik screen size. En nu opent het canvas. En dit is het canvas waar je op kan tekenen. Het meest belangrijke is om te tekenen is de rechterboven knoppen. Dus je hebt hier de brushes, dat is het penseeltje. Je hebt de Smudge Tool, daar kan je mee uitvegen. Dan de eraser, en dat is de gum. En je hebt ook lagen waar je in kan werken. En helemaal rechts, het cirkeltje, daar kan je de kleuren kiezen. Ga eerst naar de brushes. En links zijn de brush sets. En dat zijn allemaal categorieën van soorten brushes. Je hebt bijvoorbeeld sketching, inking, drawing, calligraphy. Dus als je letters wil tekenen, painting. En ja, er zijn gewoon heel veel brushes. Er zijn zo'n 300 standaard brushes in Procreate. Ik ga eerst sketching en dan selecteer ik de 6B potlood. En er zijn allemaal verschillende potloden. Maar voor dit voorbeeld kies ik even het 6B potlood, 6B pencil. Bovenin kan je dus rechts op het cirkeltje tikken en dan krijg je het kleurenmenu te zien. En je hebt een kleurenring, daar kan je alle kleuren kiezen. En in de cirkel zelf kan je dan nog de kleurwaarde kiezen. Dus als je bijvoorbeeld rood kiest, dan kan je roze tot donkerrood of zelfs zwart kiezen. Maar voor dit voorbeeld gebruik ik het 6B potlood. Als je bijvoorbeeld een potlood hebt geselecteerd en op het canvas tikt, dan kan je beginnen met tekenen. En wat ook interessant is om te weten als je tekent of schetst, dus dat je links een menu hebt en daarbovenin kan je de grootte van de brush bepalen. Dus als je hem iets kleiner wil hebben, dan doe je hem naar beneden. En dan wordt het potlood wat fijner. En daaronder zit de doorzichtigheid van je brush. En dan kan je bijvoorbeeld, als je wil schetsen en langzamerhand je tekening wilt opbouwen, dan is dat een handige tool. Je kan dat ook bepalen door, als je bijvoorbeeld met een Apple Pencil werkt, als je zachter drukt, dan kan je meer schetsen. Als je harder drukt, dan krijg je een dikkere lijn. Hetzelfde eigenlijk als je met een gewoon potlood werkt. Als je met de Apple Pencil werkt, dan heb je ook nog de optie dus dat je gewoon met de punt kan tekenen. Maar als je hem een beetje opzij houdt, dan krijg je een andere structuur. Dus hetzelfde wat je doet als je bijvoorbeeld met een potlood arceert en de zijkant van het potlood. Zo werkt de Apple Pencil ook. En sommige brushes hebben dus ook de tilt function, want dat heet de tilt function. En daar kan je leuke effecten mee bereiken. Linksonder zit ook de undo en de redo. Dat zijn pijltjes. En dan, als je erop blijft tikken, dan worden je lijnen weggewerkt. En als je te veel undo's hebt gedaan, kan je altijd een redo doen. Wat je ook kan doen is met 2 vingers op het scherm tikken. En dat is een undo. En met 3 vingers op het scherm tikken, dan doe je een redo. Dus 2 vingers undo, 3 vingers redo. Ik kies even een andere kleur en voor dit voorbeeld ga ik gewoon even een simpele tekening maken van een boom. Dus ik selecteer een beetje een bruine kleur voor de bast van de boom. En dan kan je snel een schets maken. En het lijkt erg op het tekenen met potlood. En je kan het dan een beetje variëren door te tekenen met de punt van de Apple Pencil. En dan krijg je een hardere lijn. En als je met de zijkant tekent, dan krijg je een groter vlak. En dan kan je grotere gedeeltes van je tekening invullen. En dit is gewoon een simpele schets, meer om te laten zien hoe je kan tekenen. En als je bijvoorbeeld een fout hebt gemaakt, dan kan je ook de eraser gebruiken. Maar die staat dan soms op een andere brush. Een handige tip is als je hier met een 6B pensel werkt en op de eraser button tikt en hem even vasthoudt, dan selecteert hij ook de 6B potlood. En dan kan je uitgummen met hetzelfde potlood. Want in Procreate kan je de brushes gebruiken om te schilderen en te tekenen. Met Smudge, dat zijn allemaal dezelfde brushes. En je kan ook bijvoorbeeld met de Smudge, als je ook wil uitvegen met een 6B potlood, als je hem dan even vasthoudt, dan schiet hij naar het 6B potlood. En dan kan je bijvoorbeeld de potlood een beetje uitvegen. Het is een beetje hetzelfde effect wat je bereikt als je op papier met je vinger over een potloodlijn gaat, dan vervaag je hem ook. En je kan dan ook leuke effecten bereiken door bijvoorbeeld heel verfijnd dingen uit te gummen. En zo kan je tussen het penseel, de smudge en met erase leuke effecten bereiken. En vrij snel werken in Procreate. Ik ga nu een andere kleur kiezen. Ik ga nu de bladeren van de boom tekenen. En daarvoor kies ik een groene kleur. En je hebt verschillende modus waar je je kleur kan kiezen. Dus hieronder staat Disc. Dan heb je Classic. En daar kan je ook een kleur uit kiezen. Met de bovenste kan je de kleur kiezen. En met onder de kleurwaarde. En met de onderste kan je dus het lichter of donkerder maken. Dan heb je nog Color Harmony. En met Color Harmony kan je allerlei verschillende kleurencombinaties kiezen. Het zijn kleurwaarden, dus je hebt complementary colors, split complementary colors. Maar ik zal dit in een andere video uitleggen. Dan heb je nog Value, waar je je kleur uit kan kiezen. En die kan je zelfs, als je een bepaalde kleurwaarde hebt, dan kan je het hier invullen. En dan heb je nog de palettes. En met palettes kan je kleuren opslaan. En ik maak een nieuw palette aan. Als je dan op palettes staat en op het plusteken tikt, dan wordt er een nieuw palet aangemaakt. En die staat dan op default. Als het blauw gekleurd is en alle dingen, gereedschappen die in Procreate blauw gekleurd zijn, die zijn actief. Dus hier kan je dan bijvoorbeeld een naam geven, boom. En deze staat dan ook meteen onder alle kleurkeuzemenu's. En ik ga weer terug naar de disk. En dan kan je bijvoorbeeld de groene kleur die je hier kiest, als je dan in het pallet tikt, dan sla je de kleur op. Je kan ook een kleur kiezen vanaf het canvas. Als je met je vinger op het canvas gaat staan, dan zie je een selectietool. En daar kan je dan heel snel een kleur kiezen. En die kan je dan ook weer opslaan in het palet. Dus ik teken nu even snel de bladeren van de boom. En ja, soms wil je een groter vlak, want dit is een vrij kleine brush. Dan kan je ook kijken naar andere potloden. Hier heb je bijvoorbeeld soft pastel, oil pastel, artistic crayon. En dan heb je een groter vlak om mee in te kleuren. Dus het is altijd handig om gewoon alle verschillende brushes uit te proberen. En met elke brush kan je weer andere effecten bereiken. Ik wil nu een iets donkerder kleur bijvoorbeeld. En die kan je dan kiezen en je kan hem ook weer opslaan in de palettes. En dit heb ik allemaal op één laag getikt. Dus als je naar de lagen gaat, dan zie je hier dat je één laag hebt. En ik wil nu nog een laag eronder maken, dus je kan op het plustekentje tikken, rechtsboven. En die kan je eronder slepen. Want ik wil bijvoorbeeld een blauwe achtergrond, dus van de lucht inschilderen. En daarvoor gebruik ik de Bonobo Chalk. Dat lijkt me wel een mooie. En ik selecteer een lichtblauwe kleur. Ik sla hem ook weer op. En dit is een vrij grote brush, dus dan kan je heel snel een achtergrond inschilderen. Alleen komt het nu door de boom heen. Dus dat kan je nog oplossen. Dat is ook een tip. Dan maak je weer een andere laag aan. Ik doe nog even wat groen op de voorgrond, dus dat, het gras. En je kan allemaal met lagen over elkaar heen schilderen, dus in een laag zelf. Of je maakt weer een nieuwe laag aan. De boom ga ik nu minder transparant maken, dus dat je de achtergrond er niet doorheen ziet. Dus ik selecteer weer de layers, druk op het plusteken en nu zit er een laag onder de boomlaag. En hierin ga ik, even kijken, nu pak ik de oil pastel En dan kan ik bijvoorbeeld met een lichtere kleur kan ik de boom minder transparant maken. Dan haal je eigenlijk het blauw weg. En misschien iets donkerder bruin. Dus het is handig dat je bijvoorbeeld in lagen kan werken. Dus zo kan je je tekening opbouwen in lagen. En als je dan nog iets wil veranderen, dan hoef je alleen een gedeelte in de laag te veranderen. Nu kan ik bijvoorbeeld weer de laag van de boom selecteren. Weer de 6B pencil uitkiezen en nu bijvoorbeeld een wat lichtere kleur selecteren. En dan kan ik wat highlights aanbrengen. Want bijvoorbeeld in deze tekening komt het licht van links. Dus dan is alles wat links is iets lichter van kleur. Dan kan je weer een andere kleur kiezen, dus van het canvas. En dan kan je bijvoorbeeld wat grassprietjes eroverheen tekenen. Of wat zachter als je het met de zijkant van je Apple Pencil tekent. En dit is alleen nog maar de potloden die ik laat zien, maar er zijn nog een heel veel andere brushes die je kan gebruiken. Dus je hebt bijvoorbeeld inking, dat zijn de inktbrushes. Calligraphy, dat is als je bijvoorbeeld mooie letters wil tekenen. Dan heb je nog painting, dus allerlei soorten brushes waar je mee kan schilderen, dus olieverfbrushes en dit is bijvoorbeeld een hele leuke brush, Aurora, en die heeft verschillende kleuren in zich zitten. Dus als je ermee schildert, dan pakt die, ik zal even inzoomen, wat verschillende kleuren. En dit is niet meer helemaal in stijl, omdat ik eigenlijk alles met potlood heb gedaan. Maar ja, dit is toch meer een voorbeeldtekening. Om te laten zien wat je kan doen met Procreate. Ik zit nu nog steeds op deze laag. En wat je ook kan doen is als je deze twee lagen samen wil brengen. Dan tik je op de laag en dan kies je merge down. En er zijn nog een hoop andere opties. En dan wordt die opgeslagen als één laag. Dit zijn alle tekentools. En links van het scherm staan wat andere tools. En die zal ik in een andere video gaan uitleggen. Maar dat zijn de actions. En daar kan je bijvoorbeeld dingen importeren. Het canvas kan je bijvoorbeeld het canvas horizontaal flippen en er zitten nog heel veel andere opties in. Dit is wel een handige. Die laat ik wel even zien, dat is de share option. Dus als je een tekening hebt gemaakt en je wilt hem opslaan, dan tik je dus op actions en dan share en dan heb je hier allerlei mogelijkheden om je tekening op te slaan. En voor dit voorbeeld kies ik even JPEG en dan krijg je exporting en dan krijg je een menu waar je uit kan kiezen waar je de tekening wilt opslaan. En als je op Save Image tikt, dan wordt die opgeslagen in de fotobibliotheek. Dus als je naar foto's gaat, dan zie je hier de tekening die je hebt opgeslagen. Dus nu heb je de foto opgeslagen in de fotosbibliotheek. En als je op de foto tikt of op de afbeelding, als je dan hierop drukt, dan krijg je een overzicht te zien wat je er nog verder mee kan doen. Dus je kan de tekening versturen of naar verschillende apps sturen, of je kan hem direct bijvoorbeeld naar Instagram sturen als je Instagram geïnstalleerd hebt op je iPad. Je kan hem ook bijvoorbeeld afdrukken. Hier is bijvoorbeeld druk af, en als je dan een printer hebt geïnstalleerd, dan kan je direct vanaf je iPad je tekening uitprinten. Dus dit zijn de actions, en ik wil voor deze video nog twee andere dingen laten zien. Dit zijn de adjustments, en daarin kan je allerlei effecten toepassen op je tekening. En er is ook een transform tool, en dat is deze button. En daar kan je bijvoorbeeld, als je erop tikt, ik zal de afbeelding iets kleiner maken. Dan kan je je afbeelding kleiner of groter maken. En onderin staan nog verschillende opties. Nu kan je hem dus dunner maken of groter. En hij staat nu op freeform. En als je hem bijvoorbeeld op uniform zet en op magnetics, dan kan je hem schalen en dan blijft de tekening in dezelfde verhouding. Als je hem op freeform zet, dan kan je hem bijvoorbeeld wat smaller maken. En hier rechtsboven heb je dan nog een groen puntje waarmee je de hele afbeelding kan roteren. Dus als je bijvoorbeeld een tekening hebt gemaakt en je wil de boom eigenlijk meer verplaatsen naar links, dan kan je dat heel makkelijk doen met de Transform Tool. Je hebt nog meerdere opties. Je hebt hier bijvoorbeeld Flip Horizontal, en dan kan je de tekening spiegelen. Of Flip Vertical, en dan gooi je hem ondersteboven. Rotate 45 graden, dus dan kan je hem roteren met 45 graden. Fit to screen, en dan pakt hij hem net zo groot als het scherm hoog is. En ik wil hem toch een beetje links neerzetten. En wat groter maken natuurlijk. En zo kan je heel snel je compositie veranderen, omdat je ook in lagen werkt. Binnenkort komt het boek Procreate 5 Handleiding uit. En dat is een boek waar ik alles uitleg over Procreate 5. Het mooie van het boek is dat er ook video's in staan. Dus je kan het boek kopen in de winkel. Of ik zal binnenkort een video erover maken waar het boek verder te koop is. In het boek staan ook QR-codes. En als je dan met je iPad, met je foto's-app eroverheen gaat, dan schiet je meteen naar uitlegvideo's. Dus per hoofdstuk is er ook video-uitleg over Procreate 5. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En als je meer van dit soort video's wilt op dit YouTube-kanaal, laat het me dan weten hier onderaan de video. Vergeet ook niet te abonneren en ook niet op het belletje te tikken, want dan krijg je elke keer een notificatie als ik een nieuwe video upload. Tekenen is leuk en oefening baart kunst. Tot de volgende keer. Doedels!